De regering is begonnen met een landelijke distributie van 80.000 voedselpakketten. Deze worden verstrekt aan burgers die getroffen zijn door onder meer wateroverlast. De lancering van het project vond plaats in Koroni. We zijn er in deze moeilijke tijden, hebben we geduld en vertrouwen en we hopen dat we er snel uitkomen als land. Ja? En we hebben iedereen ook een beetje mee helpen, dus dan lukt het wel. Ja hoor. Alsjeblieft. Wat was gebeurd? En ook voor u? Dat er water in uw huis was? Ja. Dat is het geval. Ja. Maar het is niet weggetrokken toch? Jawel. Oké. Tijdens de lounge bij Koppenamepunt werden de manschappen van het Nationaal Leger toegesproken door de aanwezige ministers. Minister Matura zei dat we met z'n allen in een moeilijke situatie verkeren. We hebben te maken met een pandemie, een economische crisis en het probleem rond wateroverlast. Het is een zware taak, maar ik vertrouw erop dat jullie als getrainde militairen een goede job zullen doen, hield de defensiebewindsvrouw de manschappen voor. Ook haar collega-ministers Oreykit Ramsaran en Grasha Emanuel riepen de militairen op om het project gezamenlijk tot een goed einde te brengen.